Welkom bij Max Motto bij de presentatie van de Kawasaki H2SX. De H2SX is een vlaggenschip voor Kawasaki en het speciale eraan is dat hij is gebaseerd op de H2, dus de motor met supercharger. Wat daaraan is toegevoegd, is gebaseerd op de Z1000SX, dus je krijgt de kofferset, een groter windscherm en ook wel een koppelkrachtheerkarakter. Hoe de motor rijdt, dat gaan we vandaag uitvinden. Wat kan ik zeggen over de H2SX? Om te beginnen, de elektronica die is echt indrukwekkend. Het dashboard is enorm uitgebreid, dus dat geeft heel veel mogelijkheden, maar dat is ook niet simpel om er op één dag aan te wennen. Ik heb voornamelijk gereden in de full power mode en dan is het niet de gemakkelijkste motor om mee te rijden. Het is echt een bom van een motor, maar de gasrespons, ja, dat was toch even wennen. Daarbij komt dan ook dat de motor heel comfortabel rijdt, maar is ook redelijk zacht afgeveerd. En als je dan begint te pushen, ja, dan merk je toch dat de voorkant soms een beetje licht durft te worden. Langs de andere kant, aan het comfort is niks op te merken. Je hebt twee grote koffers, een groot windscherm. Het is echt een volwaardige tourmotor. Voor mij is het dus zeker een geslaagde presentatie. Kawasaki heeft er echt een nieuw vlaggenschip bij. De enige vraag die ik mij stel is het de meerwaarde tegenover de Z1000SX waard?